Kijk naar het weerjournaal van Weerplaza. Over het zuidoosten van het land ligt nog een dikke wolkenband. In het westen schijnt de zon al geregeld. We trekken straks nog wel wat wolkensluiers over. Maar in het algemeen breekt de zon in het westen geleidelijk aan wat vaker door. In het oosten hebben we nog te maken met wat lichte regen, maar die trekt heel snel weg en daarna is het ook daar droog. En vanmiddag breekt de zon op steeds meer plaatsen door. Het wordt 10 tot 12 graden, de wind draait naar het noorden en zal over het algemeen matig zijn. Kracht 4 in de loop van de middag langzaam afnemend, vooral in het binnenland. Vanavond staat er nog een matige noordelijke wind, kracht 3. Het klaart steeds verder op en de temperatuur daalt naar 5 of 6 graden. Komende nacht komt de temperatuur dicht in de buurt van het vriespunt. Morgen loopt het kwik dan op naar een graad of 10. Vooral in het noordoosten van het land schijnt de zon volop. In het westen komen wat meer wolkenvelden voor. Met name sluierwolken waar de zon nog wel doorheen kan schijnen. Een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Ook donderdag een zuidoostelijke wind. Dan in het zuidoosten van het land de meeste zonneschijn. In het westen duidelijk meer wolken. Vooral in de ochtend. Vrijdag op de meeste plaatsen droog, net als zaterdag. De zon schijnt geregeld, maar de temperatuur gaat wel terug. Donderdag is het 12 graden. Maar vanaf vrijdag komt het kwik net onder de 10 graden uit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.